Het is vandaag maandag 17 augustus, denk Dat ik. En ik zit, ja, ik zit hier via Skype tegenover Xander Rijken. Xander, welkom in de, in de podcast. Hallo. Hey. Hoe is het? Heb je nog genoeg uh, gepodcast? Laat, uh, de laatste tijd is het wat rustiger, zeker. Ook in jouw ah, ja, ik, heb, ik heb niks te vertellen. Ik heb niks te vertellen in podcast. Ik heb niks te vertellen tegen mensen. Oh. Ik, heb, ik heb afgelopen weekend uh, de geweldige Sepp voor de eerste keer teruggezien. In een half jaar. Ja. En na tien minuten waren we uitgepraat. Want. <laughs> je probeert corona te vermijden en dan is er niks meer. Hè? Nee, dan is er geen gesprekonderwerp meer. Dat is echt zo. Goed, wacht eventjes voor de duidelijkheid. Het is inderdaad vandaag. Uh, uh, maandag 18 augustus. Maar jij hebt uh, een voorstelling gespeeld. Uitgerust en immuun. En die heb jij gespeeld in de Joker. Tien keer, bijna uh, tien, uh, uh, zes dagen achter elkaar of zoiets. Mm -hmm. En daar hebben wij ook in de Kelder een podcast opgenomen. Uh, dat was op uh, uh, woensdag 20 uh, juli. En uh, de luisteraars gaan die nu eerst horen. Dus ik ga gooi nu de oude podcast ertussen. Ja. En dan komen wij daarna terug omdat we, ja, we zijn inmiddels alweer een maand verder. Dus, dus we uh, hebben een stukje opgenomen waar we nog een stukje nagekleefd hebben. En dan komt dat direct in dit stukje. Uh, ja, dus... hebben, wij voor, hebben wij voor de eerste ook iets opgenomen? Nee, hè? Nee, we hebben, okay. we hebben, nee ervoor niet. Na de eerste en na de laatste. Ah, na de eerste hebben we er ook één opgenomen. Ik denk het, ja. Shit. Oké, okay, dan laat ik eerst de eerste horen. Voilà, die hebben we nu gehoord. Dat Foxception, ik ben dan, er weer mee hoor. Ik weet het ook niet. Die dus podcast krijgen de, de we nu. Die krijgen we nu van 20 juli. Die krijgen we nu te horen. Veel plezier dames en heren. En mensen die kijken die denken: wat is er allemaal aan de hand? En die zien dat dan niet. Want ja, die zien nu gewoon ons. En dan uh, is dat afgelopen. En dan zeggen: Nou, nou, dat was wat hè, die, uh, die podcast van 20 juli. We zitten nu. En nu is het weer nu. Dus nu zijn we weer ja. in het heden. Oké. Okay. En ik monteer okay. die zit er dan zo heel naadloos. Ik, ja, nou, ja, niemand gaat dat merken. Sinds aflevering 250 ben ik Mister Montage. Mr. Montage. Ik. <laughs> Mr. Montage. <laughs> echt waar, man. Jezus, daar ben ik echt. Ik ben daar echt dagen mee bezig geweest om al die stukken achter elkaar te doen. En toen dacht ik van, moet je er voor die visuele? Want ik heb dan uh, die, die YouTube-stukken, die, uh, die Skype stukken zet ik ook op YouTube. Ik denk, fuck it, joh, die ga ik niet allemaal nog achter elkaar monteren en ik ga dan gewoon. ...achter elkaar uh, als kleine stukjes zetten... ...waar sommige mensen niet tevreden over... ...en daar heb ik aan. <laughs> maar goed, genoeg over mij. Sander de Rijken. <laughs> We zijn een, een baantje... ...maar een kleine maand verder... ...dan uh, je eerste reeks... Ja. Uh, uh, ...uitgerust en immuun. Uh, hoe is het nu... Uh, Wel, uh, uh, de, de Joker-reeks jo Joker van 10 ja. was bijna al een klein beetje afsluitend, want daarna zijn de maatregelen weer teruggeschroefd. Ah, ja, ja, ja. We ja, ja. hebben er eigenlijk in totaal uh, 14 gespeeld in de eerste paar weken en een half of zo. ja. ja. was tien keer de Joker, 3 um, keer Gent en dan afgesloten op Werchter. Op zich niet slecht. Wat well, wel cool is ja. wel, wat een coole ja, reeks ja, absoluut, was. absoluut, En dan is alles wat teruggeschroefd en ik heb er nog vier gespeeld tussen, dus twee keer Dendermonde, twee keer Brugge. Ja. Um, en, en zijn er drie of vier weggevallen door uh, de, 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 de terugschroefingen, maar het ja. zijn er ook wel weer een paar bijgekomen, dus ik stel wel weer gelijk. Ah ja. Ik denk tegen mid-september, als alles doorgaat, dat ik die toch wel dertig keer zal gespeeld hebben ofzo. Ja, dat is wel cool. Van iets wat, waarvan je, laten we zeggen, een maand, uh, uh, twee maanden geleden nog niet wist dat het bestond, eigenlijk. Nee, nee. nee. En, en ja, kijk, uh, je, je wordt ook altijd wel een klein beetje beter of zo. Ik, ik, ik schrijf niet veel bij, maar het hoeft ook niet. Het is, een, het is een leuke zomerset. Ja, dat vond ik wel. Dat heb ik waarschijnlijk in die... Want ik heb het nog niet teruggeluisterd, maar dat, dat heb ik je die dingen ook gezegd. En dat vond ik ook echt heel leuk. Ik vond het heel leuk om die tien shows achter elkaar te zien. En de evolutie mee ja. door te maken. Want dat is... Ja, voor een comedy nerd zoals ik is dat fantastisch om te zien. Hoe, je, hoe jouw hoofd werkt. hoe jij met dat materiaal omgaat. hoe jij ervoor zorgt dat dat. Ja, dat, 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 dat dat vorm krijgt. dat iets wat een beetje werkt. dat dat de dag daarna. keihard hoe werkt. En, en toch ook. dat je, dat je ziet dat, dat. de Joker, hoewel dat er een eenheid van plaats is. niet elke avond hetzelfde was. Uh, nee. De reactie van het publiek. soms werkt de ene mop beter dan de ander. En, en dat lag dan. Aan een combinatie van factoren. dat jij misschien net iets anders zei. of dat het publiek net een andere collectief een ander ding leuk vond. Ja, en... het, het is. Um, je weet, je weet als we de gouden regel. van een slechte show mogen nooit op het publiek steken. er bestaat niet zoiets als een slecht publiek. enzovoort. Nee, en nee. Mocht dat niet zijn, er bestaat wel zoiets als een fout publiek. of een ander publiek. Het, ja, uh, dat je, ja, als je iets hebt over Pokémon. dan moet je niet tegen bejaarden babbelen. Dat, ja, ja, inderdaad. En, ja. en nu voelde je gewoon. Met 25 man voelt je dat heel hard. Ja. Hoe hard dat een groep van vijf mensen die een andere mindset hebben. de volledige sfeer van het publiek kunnen bepalen? eigenlijk. Ja, dat is een 20%. Als een vijfde. He, er zijn zeven tafeltjes. als er twee tafeltjes zeggen. ja, dit vinden we niet leuk. Dat is bijna de, dan heb je bijna de helft van het publiek. wat ineens. Nee. iets grappig of niet grappig vindt. of juist heel hard moet lachen. om iets wat meta is. en wat andere mensen veel minder zullen snappen. Dat, he, dat kan ook ja. voorkomen. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is, ik vind dat heel interessant hoor. En dat is natuurlijk wel wat er nu aan de hand is uh, voor alle shows. Hè. Het zijn allemaal bubbels waar je voor speelt, het zijn allemaal kleine, ja. kleine groepen mensen. Dat is toch, uh, die, die egaliteit van een grote groep heb je nu niet, hè. ook niet op nee. andere plekken. Nee, 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 totaal niet. Uh, het is altijd wel speciaal, het is altijd wel leuk geweest. Like, wat er ontbreekt aan omstandigheden, maakt het publiek goed in uh, hoesting. Ja. En, en zin, weet je, de, ze trekken het allemaal wel meer recht of zo. Um, maar ja, kijk, dat was... S, uh, As We Speak hier gisteren, well, heb ik in Damme weer gespeeld. Ja. Daar twee keer, die hebben echt gewoon coronaproef een soort van mini-auditorium gebouwd in een maisveld. Het zag er wel fantastisch uit, hè. Ik heb er wel foto's gezien. Dat is super -cool. dat, dat, dat een soort, ja, Dat was iets heel bevreemdend, denk ik. En daar heb je opnames gemaakt. Ja, hij kreeg de exclusieve opa. Dus... Uh, de vinyl, ik heb een vinyl opgenomen yes. uh, voor release, die zal zo rap mogelijk in gang gestoken worden, dus ik weet nog niet wanneer, maar mensen zullen kunnen pre-orderen vanaf dat ze kunnen. En die heb je opgenomen daar ja, in daarin uh, Ja, ja, omdat ik, ja, ik vond, de knuddigheid ervan vond ik heel grappig. Er zal ook op de vinyl staan, Xander de Rijke uitgerust en immuun, live in <laughs> mais. Omdat, omdat live in Damme klinkt niet cool, live in Campus nee. Solar, dat is onder een merknaam, dat kan ik niet maken. Terwijl nee, live in dat ja. buisveld, dat is zo. Ja, het live is wat dat, dat is. Live in ja, dat, is, dat klinkt echt zo ergens. Als we, dat is echt de boeren buiten. Dat is een beetje de boeren graten-tour. Ja, ja, het is. <laughs> je, het, die vinyl gaat nu een keer echt een, een, een tijdsopname zijn van een heel raar moment in ons leven. Ja, ja. Het is een corona-set en een coronaproefsetting die waarschijnlijk niet meer zal terugkomen. Terwijl ik wel eens iets dat van. Uh, live optredens zijn nog nooit zo goed georganiseerd als de afgelopen maanden. Nee, omdat iedereen moet zich heel erg aan die regeltjes houden. Hè. Je, je kunt niet zomaar. We doen wel wat met een microfoon en een krabbier en, ja. en een tafel en we zien wel. Nee, iedereen moet zich heel erg aan die regeltjes zijn. Heel, heel rechtlijnig. Uh, uh, alleen moeten ze ook wel snappen. Of als het, dat het groepsgevoel er nog wel bestaat. Dat, de uh, ja. mensen, dat die mensen wel. Groep zijn. Ja, het, is, het is interessant eigenlijk, want allez, bijvoorbeeld, een klein detail, um, in Vlaanderen hebben we min of meer de gouden regel bar sluit tijdens de comedy. Ja. Min of meer. De meeste plekken bar sluit tijdens de comedy. Ja. We doen dat niet voor horeca te pesten, natuurlijk, maar dat is meer uit, uh, ik vertrouw personeel, ik vertrouw barpersoneel, ik vertrouw klanten niet. Mensen zijn nog altijd debiel genoeg om echt gewoon te gaan rechtstaan in een zaal en ja. luid op te gaan bestellen aan een toog, want dat is een ander universum. Ja. Terwijl in Amerika, in comedyclubs, blijft de bar open, maar jij movet u niet. Het personeel komt tot u. Ja. En dat is wat we nu ook gecreëerd hebben. Like, overal is de bar nog open, like, op Werchter is de bar open, maar je bestelt via een QR-code op je tafel, die komen naar je tafel, ze zetten het af, alles is contactloos, dus er is ook geen getafel met ah ja, een euro 20, wacht ik heb nog 20 cent, dat, dat, dat is allemaal weg. Ja. Dus het kan wel, het kan wel hoor, maar Nee, eigenlijk wat je wil zeggen is, we hebben, ondanks dat het allemaal heel, heel veel negativiteit, we leren er ook wel iets van. We hebben ook wel iets, iets uh, uh, naar organisatoren toe uh, uh, mm -hmm. kijken. En ik, ik, de Joker ook, hè. De Joker heeft ook wel een paar dingen. Uh, 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 hè, hoe, de, hoe het terras nu staat, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat is door corona gebeurd. En dat is eigenlijk, we hebben nu een keileuk, niet groot, maar we hebben een keileuk terras nu. En ja. dat komt omdat we moesten nadenken en improviseren door corona. Dus dat, en, en ik bedoel, ja, jouw voorstelling is het, het allerbeste voorbeeld. Dat is, in, dat is improviseren door corona, uh, iets verzinnen, mm -hmm. tijdens corona, en daar is nu gewoon een, een voorstelling, en dus een ga hoor, een vinyl uh, ja. Dat is toch wel echt cool om die vinyl uit te brengen. Hè? Echt... Ja, dus Quarterlife was zo'n succes op vinyl. En ik dacht, oké, okay, want die DVD, het is allemaal goed geweest. Terwijl dat is echt de hebben ding. Daar betaalde ik ja. 20 euro voor. En, en dat ziet er goed uit. En, en... Dat is mooi vormgegeven, ja, absoluut. En, en als je hem echt wilt horen of zien, uiteindelijk komt dat wel op Spotify of op een of andere streaming ding terecht. Dus dat maakt niet uit. Nee, maar het is inderdaad heel tastbaar. Zijn er ook video-opnames gemaakt of zijn het nee. alleen, alleen audio? Ja. Nee, ik heb die wel. Momenteel in min of meer gepland staan voor oktober. Ah ja. Ja, ik ga die show niet laten verdwijnen zonder hem op een bepaalde manier te capteren. Maar dat zijn we echt nog een beetje aan het afwachten, wat er nog gaat veranderen. Hopelijk richting het einde van het jaar toe. Ik verwacht niet veel. Hè. Ik verwacht niet dat we in één keer weer naar normaal gaan mogen doen. Maar het zou tof zijn mochten we naar 200 man in door mogen gaan. Ja. Weet je, uh, gewoon. Ja, ja, ja. ja. Um, we, dan wil ik wel. Voor, voor, en de audio, voor een audio is dat minder belangrijk dan voor een visuele, zeg je? Ja, ja juist daarmee. Ook omdat ik nu, al mijn shows zijn bijna buiten. Het zijn allemaal zomerbars. Uh, dat hele ding van dat ze het buiten herleid hebben van 400 naar 200. Zoveel impact had dat niet op mijn speellijst. Want. Alleen Werchter kon 400 man buiten zetten. Als je daar ja. die luchtfoto van ziet, 400 man op afstand. Ja, dat is serieus wat platte grond dat je moet hebben daarbij. Ja, ja, natuurlijk. Dus ja, ja, niemand, heeft dat, niemand heeft dat. Maar als we moeten gaan richting september, oktober, het wordt weer slechter weer. Alles gaat weer binnendoor, Ja, dan zou ik toch liever weer naar 200 beginnen. Daar kun je al financieel ja. ook voor iedereen om het wat overeind te houden. Snap ik. Ja, absoluut. Dus sfeergewijs ook. Uh, ik zou het zo zeggen, we, we hebben nog een minaar. Twee minaars zijn in een, in een arenberg staan. Ja. Die origineel houdt voor bekeken gingen zijn. En beide locaties hebben gezegd, moet hij Mouden, inderdaad. Doet ermee wat hij wil, speelt wat hij wil. Uh, dus daarmee dat wij zo aan het wachten zijn van, hopelijk kunnen we daar weer naar 200 gaan in plaats van 100. Dat dat iets is. Mm, ja, tuurlijk. Ja. Ja. En zou hij hem, hem dan in zo'n minare of, of arm ja, opnemen? Ja, ik zou hem liefst in ja. een minare opnemen. Dat is ook, voor het dat voordat die show maar is met dat kruikie, want ja, Seppe, Seppe, Seppe merkte het krukje op. Ik zeg, ja, het krukje komt eigenlijk van de Joker, omdat er in de Joker een beperkt plek was, omdat er een tafel mee op het podium stond voor mij op afstand te houden van de mensen. Ja. was ik beperkt in mijn beweging, dus ben ik gewoon op dat krukje blijven zitten. Dus dat krukje... Ik heb op, op, op een krukje gezeten dat het podium van Rock Werchter. Gewoon op mijn kruk. <laughs> dat is grappig. Eigenlijk een beetje Mark Maron. Mark ja, ik... Maron doet dat ook. Een miserabel ding op een kruk aan het zuchten aan het hijgen. Dat was eigenlijk de eerste avond in de joker. Was dat gewoon omdat je je papieren had en je wou je papieren zien, ja. en dat is eigenlijk gewoon gebleven. Ja, die show is omdat dat zo een vertelshow is. Hè. Het is zo wat ja. dus Dus alles wat ik had, waren verhalen. Weet, het is. Je kunt die show in twee stukken kappen, hè? Het is het, uh, erectieverhaal het, 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 erectie, het erectieverhaal en het corona-gedeelte. Het erectieverhaal en het corona-gedeelte. Nu, ik moet wel zeggen dat het erectie-gedeelte. Mm -hmm. een gevolg is van het corona-gedeelte. <laughs> ja, absoluut. Voor de, mensen, voor de mensen. Nu willen de mensen allemaal die show nog komen zien. Ja, is, is het erectiestuk en het corona-stuk. Dat zijn de twee. Uh, piepelmopjes en uh, ziekemopjes. Nee, ja, ja, dat is het. Ja, dat was het. Dat is gewoon geweldig, hè. Maar ja, dat is, hè, we hebben het er al over gehad. Dat is, dat is eigenlijk helemaal ter vervanging voor uh, Houdt het voor bekeken. Uh, wat natuurlijk op zich jammer is en niet jammer. We hebben het er allemaal wel over gehad. Aan de andere kant voel ik wel aan je tweets als dan uh, de VTM, dat Steams ding, dat je vingers wel jeuken. Eh? Ja, maar dus dat, like, het is precies zoals ze erom deden. De dag nadat ik ook zo en die beeld erbij is van mijn Margie Plus en Lachen met Jan de Lichten, droppen ze al die shit. En ja, het, is, ja. het is dommer dan dat ik ooit dacht dat het ging zijn. Snap dus je? Dus dat was zowat. Het, het is niet eens Vlaamse Netflix, het is horizontale Netflix. Dus gewoon dat logo maar zijdelings. Like, dat vind ik heel grappig. En, en uh, uh, dingen. Uh, uh... Ik heb vandaag een mail binnengekregen, ik blijf zitten. ah, ik heb het weggedaan. Uh, uh, ja, het, het Jan de Lichte is inderdaad uh, het eerste wat op die, uh, die fucking Vlaamse Netflix uh, komt. De mijn staan gaan daar ook op staan. Hè. Ah ja? Ah ja, Telenet heeft heel mijn catalogus gekocht in januari. Hè. Dus, is, dat tele is dat ook Telenet? Dus ah, dat is uh, DPG en Telenet. Ah, dat wist ik niet. Ah, oké. Okay. Uh, ik dacht dat alleen. TV, ik dacht dat dan voor VTM was. Ah, oké. Okay, TPG Media en uh, TeleNet die samenwerken. En ze willen eigenlijk heel graag v, uh, de VRT ook, hè? Ja. Ja, ik zou ja, heb... zou bijna moeten, hè? Niet? Want anders. Ja, dan... ik, 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 zal zo zijn. Als jij wilt dat je Vlaamse Netflix werkt, moet je de kampioen hebben. Moet er kampioenen op staan? Als, je, als degene met de kampioenen zijn, catalogus, wint het scenario. Kampioenen is de porno. <laughs> Kampioen beslist de drager. Maar dat is, ja, dat, hè, dat was toch vroeger, je weet toch dat die hele Kampioen, uh, destijds, wat? in de jaren tachtig, de, de wedstrijd tussen VHS en Betamax is gewonnen ja, door VHS, omdat die porno hadden. Hury en HD, DVD ook, hè. Juist, ja. P porno of FC de Kampioenen. <laughs> Hij is de winnaar. Ah. Ja, maar ja, weet je wat de Weet je wat ik zou... Ik wou bijna zeggen... Ja, maar dan komt FC de kampioen, dat is voor kinderen. Dat is eigenlijk een beetje de kinderporno. <laughs> <laughs> dat okay. is porno voor kinderen. Niet met kinderen, voor kinderen. Voor de bielen uh, uh, Ja, voilà. Nee, maar... maar, in de, maar dus, wat, uh, ja, je, je handen jeuken wel een beetje. Heb je geen zin om toch iets... Iets daar rond te doen, al is het maar een soort... Ja, weet ik veel. Een web, een webding of zo... Uh, ja, het is zo... Ik heb, ik, ik heb ook niet veel zin om te werken aan iets. Dat klinkt heel stom, ik ben een comedian en volgens veel mensen werk ik sowieso niet, maar... Ja, maar ja je, hebt wel, nee, je hebt wel gewerkt aan die uitgave. Ja, maar als je ziet hoe organisch dat die gegroeid is en hoe rap dat die er stond, het is duidelijk waar dat mijn passie en mijn interesse momenteel ligt. Ja. Ik, uh, ja. Vergeet, uiteindelijk, bekend en bescheiden is er ook gekomen omdat ik bekend, een klein beetje beu was. Ik wou weer stand-up doen, ja. gewone stand-up doen, dus... Het is een verlengde ervan. Weet je, die je vorige gehad voor bekeken, dat was al zo wat tegen mijn goesting, min of meer. En in deze was, omdat het een eindding was, was zo wat, oké, okay, nog één keer we gaan ervoor, dan heb ik er vijf. Kan ik dat ding even afsluiten. Uh, en nu ben ik gewoon echt een beetje klaar mee. Ik kan het niet laten van, ja, als iets streams heet, om, om, om daarmee te lachen, maar ja. Tuurlijk. Ja, en je had wel ook wel, want die heb je denk ik vorige week ook online gegooid, je had wel al uh, promofoto's. Uh, laten maken voor. Uh, die zagen er wel geweldig goed uit, hè, die foto's. Mijn, echt de end, ja, de endgame affiche. Mensen willen ze eigenlijk al. Misschien dat ik ze nog laat drukken. Ik weet het niet. Ja, ja je kunt sowieso. Corona is ook een beetje endgame, hè? <laughs> ja, het, is, het klopt nog altijd. Weet je, of ik nu stop met die show of dat mijn laatste was, dat beeld blijft altijd hetzelfde uiteindelijk. Ja. ja, misschien moet je inderdaad daar toch een affiche van laten drukken en kijken of de. Want vorige keer hadden we affiches van de. Had ik, bij het opruimen van de kelder. wat een soort ongoing project, project is. Maar ik. Bij het opruimen, had ik waar affiches gevonden van. Uh, twee jaar geleden, het voor bekeken. En dan we ja. mensen ook graag hebben. Hè? Die, die had ik weggegeven. Daar waren mensen ook graag hebben. Ja, ik heb nu zo. al mijn eigen affiches afgeprint. en ingekaderd en mijn hangopgang. Wat heel meer ja, ja. is. Maar het is wel cool of zo. Hè? Ik ben er wel vier op er wel zo tien voorstellingen aan elkaar. Ja. Uh, ja, ze hebben allemaal wel een hele leuke visualiteit. En, en die oude, die zijn... Uh, die, nu zijn ze allemaal wat, uh, hoe zeg je dat, uh, homogener van sfeer. Of van, ja. van... Maar die oude, ik vind die toch ook wel iets hebben. En die, is dat die tweede, die eruit ziet als een game uh, Ja, die eruit ziet als een Sega-cartridge. Ja. Uh, ja, dat is toch ja. wel echt goed. Dat, dat was toen ik het toen, toen we zo zuur beginnen worden, zijn over affiches van gaan moet erop staan, je gezicht, gezicht moet erop komen. En ik denk, ja, ja, ja. Maar ik heb, ik heb onlangs mijn eigen dvd-box gekocht. Dat is ook triestig hoor. <laughs> omdat je die nooit van Pia's gekregen hebt, of hè? Nee, ik had er gewoon geen meer. Maar mijn, uh, Ik kwam aan mijn, mijn corona Ik ben zo weer van die as was die bro van zichzelf aan, aan zijn liefgeven Ja, natuurlijk. Uh, als ik er niet ben, kijk naar mij. Ja, ja omdat mijn dvd's zijn nu wel uh, een beetje zeldzaam aan het worden. Like, de meesten bestaan er meer. Ah, nee. U ziet de 66 is gewoon uitgeput, dus ik kan niet zelfs niet meer bij de platenmaatschappij krijgen. En die box is zo wat zeldzaam, dus ik heb zo mijn eigen box gevonden bij de standaard boekhandel. Dat ik heb besteld, en dan wijf zo op je zijn naam is, Xander de Rijke. Ah ja, en wat voor iets is, ik zeg DVD-box van Xander de Rijke. Xander de rijken. <laughs> Triest, hoor. Ja, en wat, wat zegt hij dan? Of kijkt hij dan, ah ja, of kijkt hij... Nee, ja, dat, nee, dat wijf, je ziet hij zo nou, nou, nou. Je ziet die zo, uh, like, nu feesten we dat minder, maar ik weet nog toen mijn eerste dvd uitkwam, dat ik zo super enthousiast was. Allerlei, dat ik zo alle winkels ging gaan afzoeken van, oh, daar ligt hij! Ja, en dat ik echt zo ja. in de fnak, omdat ik er dan vanuit ga, like, wanneer is hij uitgekomen? 2010, tien jaar geleden, en niemand mij kent. Ja. Dus dat ik zo naar de fnak ging van, zeg, uh, uh, de dvd van Xander de Rijken. Waar ligt die ergens? En die gast reageert, ja, die kijk, en die staart mij gewoon aan. Rust, heb je er zelf geen misschien? Ik zeg, uh, Nee, ik kwam er voor z'n leggen. vriend van mij is een, een dichter, uh, Jester Ruiter. Die is ook al eens in de podcast geweest. En die, maar die, ja, die is echt onbekend natuurlijk. Maar die heeft al dichtbundels uit. En die doet dat inderdaad echt. Die gaat naar, zo, naar de vlak en die zegt: uh, zegt die dichtbundel van Jester Ruiter, die is niet meer op voorraad. Omdat ze die dan zouden bestellen en dat hij dan terug in die winkel ligt. Maar ja, die kan dat doen. Want die, nobody, ja, ja, misschien in Antwerpen dat één iemand hem zou kunnen kennen, maar in principe niet. Maar. Maar voor jou is dat wat moeilijker. <laughs> ja, dat is wel goed. Hè? Ik, heb, ik was vandaag, ik moest, ja, ook weer goed, hoor. Dus dan bestel je iets op eBay en som, heb je daar ook al voor gehad dat, dat uh, iemand die iets uit Frankrijk verstuurt, mm -hmm. die verstuurt dat met, uh, met een soort uh, pak, uh, pakketdienst die maar naar een paar punten uh, levert. En voor Antwerpen zijn dat maar twee of drie punten. En en als je, als je dat niet op, op goed doorgeeft, dan komt dat terecht aan in luchtbal. Dat is van waar ik woon, helemaal de andere kant. Dat ja, ja. is letterlijk, uh, uh, ik heb het net gedaan, een half uur fietsen van waar ik woon. Dus dan fietsen van de ene kant van Antwerpen helemaal naar de andere kant. Uh, dat is een luchtbal. Dus, uh, dus ik fiets daar naartoe. Ik heb dat pakketje uh, opgehaald, prima. En ik, heb, ik moet dus een half uur terug fietsen en dan begint dat te regenen. Maar dat is echt niet normaal echt een soort uh, de noodweer. Ik denk ja, hier ga uh, een beetje uh, nat worden die, uh, ben ik niet, niet erg. maar dat was echt daar ging die gewoon niet. Het was ook het uh, uh, onweer. En uh, daar ook niet ver van, uh, twee minuten verder is een eco shop. Ik denk fuck het. die regen de eco shop binnen en daar heb ik wat strips en wat, wat flauwe DVD's gevonden. En dan vond daar ook en ik denk fuck it, voor een euro koop ik hem. De e Daarom is het een lange intro voor ja. uh, de eerste Comedy Casino DVD. Mm. Ik, ik heb dat nooit gehad, ik heb dat ah, nooit ja. gekocht. En nu heb ik dus de eerste Comedy Casino DVD. Maar zijn er daar meerdere van uitgekomen, weet je nou? Uh, ik denk een 1, 2, 3 en daarna een verzamelbox. Ah, Heel veel ah, dingen dat... waar niemand iets aan verdiend heeft, behalve de Comedy ja, Casino. Dat was, dat was zo het eerste moment dat Comedy. Eigenlijk kun je dat wel. Comedy Casino was het eerste. De DVD van Comedy Casino was het eerste ja. moment dat uh, uh, comedians zoiets hadden. Hmm, nu is het toch. Een management hebben wel aangenaam. Ja. Want dat was het eerste moment dat er tegen uh, 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 een TV-programma moest worden uh, gezegd. Van hé, hey, hey, jullie brengen nu gewoon een DVD uit. Met ons erop. En wij weten van niks. En dat ja. was het toch? Ja, ja, ja. En Uiteindelijk ook een boek. He. Dat vond ik wel minder. Dat is zo. Omdat. Jij weet ook, Fokke, als er één ding is dat stand-up communiceer goed doet, is gewoon vertalen naar tekst. Gewoon zwart oh. op wit. Ik heb dat, dat boek heb ik ook gevonden ergens in de Tweedehandsvinger. Dat, dat is echt helemaal niks. Ja, dat is, dat is niks. Dat is gewoon, daar zijn wat foto's in en wat, en wat one-liners. Maar dat is wel jouw, onder andere, ik denk dat jij er ook in staat, ja, ja. Jou, jou, jouw materialen, hè, wat ze gewoon hm. gratis gebruikt hebben. Hm. En ja. dat was een moment dat iedereen dacht van, Ah, ja, inderdaad. Management hebben is toch soms. Hè, want het is altijd cool om geen management te hebben. Behalve in dat soort. als er moet worden ge, ja, gedelegeerd of gevochten tegen een wat o, grotere vak. Ja, um, ik weet nog in mijn geval. En dat is niet per se hun bestje. Want allee, ik heb een heel groot deel van mijn carrière te danken aan de makers van Comedy Casino. Ah, natuurlijk. Ah, ja, tuurlijk. Dat maar de uh, cup, ja. ik weet nog dat. Ik, ik heb bijvoorbeeld mijn Comedy Casino Cup contract nooit eigenlijk ondertekend. Ah. Dat is zo ergens nooit. Maar dat, dat contract ook wel op als ik iets niet wou doen of wel wou doen. He, bijvoorbeeld in dat contract stond dat de winnaar van Comedy Casino Cup uh, het voorprogramma kreeg van zijn coach, het vast voorprogramma mocht doen van de Tour van zijn coach. En een plaatje kreeg in de rechtvaardige rechters en in het nieuwseizoen van Comedy Casino. Ah, ja. Dat voorprogramma was nooit afgesproken met het management van Alex, dat ik dat. Ging doen. Alleen dus dus dat zo. zij in het contract gestoken zonder de, de, ja. dat dat afgesproken was met, met de coach. Ja, coachen. Ah, dat ja of, of met management, überhaupt. Like, ja. Uh, ja. Rechtvaardig, recht heb ik nooit mogen doen. Uh, en comunicazino ja, het is communicazino zelf. Maar dat was zo. Als ja. ik daar dan. Like, als ik dat zei van. Ik heb niet graag dat je dat doet, dan zei ze. Ja, maar uw contract. Maar als ik zei van. Ja, maar daar had ik ook recht op. Ja, maar ja, dat is iets anders. Ja, maar nee. Like, ja, 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 ja. Het zijn alle kanten uit. Maar goed. Dat is. Ik, ik, ik wou ja ik goed. Wil, ik wil eigenlijk nog een, een verzendingsverhaal vertellen. Fok. Ik weet niet of ik het wel vertellen heb in het echt, Maar als okay. ik het wel vertellen heb in de tech, doe alsof dat je verrast bent. Oké, okay, ik, ik, doe ik heb een goed verzendingsverhaal. Oké. Okay. Het is ook met dikke inleiding. Maar het is gewoon weer zo. Dus uh, omdat ik. Ik ben ik ben, ik ben agent En ik heb hier. Ik heb geen tuin of geen koerken of zo. Maar ik heb wel zo aan de achterkant van mijn huis. Uh, al mijn ramen kijken uit op zo. Gewoon. Ja, een gaap het gat waar de koepel van mijn keuken is. Weet, dat oh, is gewoon. Ja. Muur, muur, muur. Hoezo pakt vier, vijf, vijf vierkante meter? Een tunnel naar beneden. Omdat er gewoon een huis er tegenover is, een huis ernaast, een huis ernaast. Helemaal naar beneden een dak met een koepel van de keuken. En daar kijk ik op uit. Dat is helemaal niks. En ik zat de hele tijd te brainstormen. Oké, okay, ik ga daar iets zetten. Like een skelet of zo. Dat er dat al iets lang ligt. Dus ik ben, ik ben van alles aan het samenpassen. Ik heb nu al een skelet gekocht. En ik ga dat zo aankleden als een parkranger. Ik heb allemaal zo van die plastieke compies gekocht om er rond te zetten. Alsof die dan al zo ja, heel lang ligt omdat die afgeknoopt is. dat is een scène zo van Jurassic Park na eh, ja. ah, Dat is gaaf. Dat, dat is er gaaf. zo wel ligt de oh, rotten in de regen op mijn dak. Vind dat grappig als mensen het dan passeren <laughs> aan daaraan. Dus ik kunnen ben... andere mensen dat ook zien of kun alleen jij dat zien? Eh, eh, pas op, ik denk dat mijn Turkse buren een hartaanval kunnen krijgen als ze hun in <laughs> raam kijken. Maar dat staat voor later, hè? Ah, zal dus, ik bestel heel veel Varia van bol.com en, en al goedkoop plastieke skeletten enzovoort. De plastieke ja, ja. skeletten, van AliExpress. Um, nu, uh, het, het belangrijke daarin is, met, met coronalief. Uh, er was hier even twijfel geweest dat ik met muizen zat. Ik zit niet met muizen, maar goed. Het was gewoon, het huis naast mij staat leeg. En ja. ze leeg het plafond, dus af en toe raak ik like een duif in vast ofzo. zo. Dus nee, ik hoorde al... iets? Ja, ja. ja, ik hoorde iets roefelen in mijn dak. Ik dacht, oh nee, want dan is dat weg, dus... Of, ik maak hier al heel lang de running joke: iedere keer als ik een hart boor in mijn muur, dat er gewoon zo'n 200 dode muizen gaan uitvallen. Dat is een running joke. Dus <laughs> zij had achter mijn rug een gigantisch skelet van een dode rat, van een dode muis besteld. Ach oh, nee, yes. een plastieke skelet van een dode muis om daar ook ergens te placeren of ja, ja, ja. te hangen voor de zjaar ervan. Dat is wel funny. Dus uh, dat komt toe. Maar ik wist zie dat ze dat bestelden. Ze dus komt een doos toe van Bol, van die een bepaalde webwinkel, via Bol, dat open. En dat zijn zwembandjes van Paw Patrol. En ik denk: hè, wat de fuck? En ik kijk naar die doos. Ja, die doos is juist. Xander de Rijke, Puntje Puntjesstraat, Gent. En ik kijk, maar er zit een andere factuur in. Voor iemand anders. Dus er is een wissel gebeurd met iemand. Oh, nee, 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 nee. Dus uh, Mireille uit Ertvelde. <laughs> Mirai uit Ertvelde die heeft waarschijnlijk Paw Patrol zwembandjes besteld en die scheurde en, die doos open en die heeft waarschijnlijk het nee, dooi... die zegt tegen die kinderen, die zegt ja. tegen die kinderen kindjes, dat is voor jullie! Doe die, maar open! Ga maar zwemmen! Ga maar zwemmen! En, het en die voor... zijn nu, die kinderen zijn getraumatiseerd voor hun leven <laughs> Ja, moeder heeft een zwembad ingestuurd met een dooie muis <laughs> Oh shit! Maar het wordt nog beter, het wordt nog beter, dus oh. ik... Ik, ik heb dat. Ik denk, ja, oké, okay, we gaan niet beginnen met posten en terugsturen, want ga, we sturen dat gewoon rechtstreeks naar Die. Mirai. Dus ja. ik contacteer die op Facebook, maar die heeft nog altijd niet geantwoord. Tot okay. twee dagen daarna ja. krijg ik een sms van fucking Michael van Peel. Die zegt. What? Amigo, hij toevallig door het besteld op bol.com. Ik, ik zeg wat? O, waar ik zeg wat? Waar komt van vandaan? Zegt mijn schoonbroer en Veerle, die had snijplanken besteld. En er even een dooi kregen op uw naam. Oké, okay, dus er is een three-way. Er is een three-way of de quattro-way, want ik weet niet hoe ver dat gaat. Dus jij hebt. Oh my, dat is echt een totale fuck-up van Bol.com. Ja, jij, die... jij hebt Paul Patrol uh, dinges. Zij hadden. En, 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 de, dus er is geen wissel geweest. Er is iemand anders die nog iets anders en nog iets anders. Ik denk Oh het. shit. Ik denk het, de, 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 dat ik ze gewoon per doos gemist heb. Het is allemaal een doos opgeschoven. Waar ja, is de ja, ja. kans? Waar is de kans? Want ik was al wat pissig van. Ja, oh, tof, mijn adres en mijn e-mail en mijn gsm is binnen van de Wildvreemde Belg toegekomen. De schoonbroer van Van Peel of All People. Dat is ongelooflijk. Hé, schoonbroer... hey, maar voor hetzelfde geld heeft dan die Mirai uit Uitvelde die uh, po uh, zwembandje besteld, iets fucking duur gekregen, en die doet nu niks aan de hand jongens, alles oké okay. oh, ja, ik, ik heb die Mireille nu nog altijd niet te pakken gekregen maar ik heb maar een van, en hij nu toevallig snijplanken gehad, want er is een cirkel rond, dan klopt het ja, als zij snijplanken heeft, als zij nog iets anders heeft, dan, dan is het echt een straatje zonder ja. ja, en als je natuurlijk iets bestelt voor, uh, laten we zeggen 10 euro en je krijgt iets aan, wat oké okay is van 100 euro, ja dan hou je je bek toch of, ja, of, of niet, ja ik weet het right. niet ja, ik, weet, ik heb dat wel eerder keer gehad, daar heb ik die mensen lang, lang bezig gehad, maar dan was ook met een Oh, kut. ja, was het... dat was bij Uiltjes, waar ja, was dat dan? Ja, ja met, met die glazen huisjes. Die glazen, glazen huisjes! huisjes. Ja, ik, ik had een manneke van Jurassic Park besteld, ja. en dat manneke was goedkoper met een manneke van Mulan. Of moest de manneke van Mulan die hebben? Nee. Maar die mensen had zo speelgoed van Mulan, het Jurassic Park, had ter waarde van 40 euro. En ik had zo van dat fins glaswerk gekregen, ter waarde van 270 euro. Just. En die mensen was echt zo, maar je gaat dat terugsturen. Ik zeg, ja, maar ik wil dat niet breken. Dat is gevoelig allemaal. Ja, dan moet je er zoveel tijd in steken en dan opsturen. Wat een gedoe allemaal. Maar inderdaad, jij had toen iets. Maar ja, het is daar niks meer, bent. Want ga jij met glazen huis? Ik heb er de waarde op gezocht dat ik dacht, oké, nu kan ik er iets mee. Dan kan ik vijf mallekjes mee kopen met dat glazen huisje. En heeft hij jou wel die Hatchy Park mallekje opgestuurd? Ja, ja, ja. Dus het is al gewisseld allemaal. Ik heb ook al mijn dode Muisje gekregen van Pils en Schoonbroer. Maar ja, die, maar die heeft geen uh, snijplank nog. Die dus... geen snijplank, nee. Maar de Mireille, ja, dat wordt niet meer. En heb, wij... jij, heb je dat van Mireille doorgestuurd, ook al teruggestuurd? Nee, 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 nog niet. Ah, nee. Dus, jij hebt nog zwembadjes van... Voor de mensen die heel graag zwembadjes van Paw Patrol willen, dan kunnen ze <laughs> nog bij jou... Uh, <laughs> dat is toch een of andere tekenfilm met een, met een hond die uh, ja, politie zo, is of zo? Dat zijn hondjes die brandweerman zijn en politieagenten, zijn. Ja. <laughs> Ook wel leuk. Misschien. <laughs> misschien is het wordt een je doe, een meis, <laughs> zo, dat een goede buis hoor. Dat is een uitdrukking, hè? Zo, blij zijn met een dode bus. En die mensen zijn die. Nou, inderdaad, dat je. Dat je, dat je maar ook, hè, stel je voor je krijgt. Je denkt, alright, hier zijn de snijplanken. Je doet open en er zit een fucking secret van een dode buis in. <laughs> ja, dan denk je ook, oh, wat de hel is hier gaande? Ja. Ik heb soms al dat ik iets openmaken wat echt voor mij bedoeld is dat ik het niet eens meer weet. Dat ik zoveel bestel uh, de laatste tijd. Dat is, Alright, nog... ik heb nog, we hebben nog één uh, laatste ding waar we het over moeten hebben. Okay. Het wordt een beetje te lange aflevering, maar fuck it, maakt niet uit. Uh, want ja, de, de week van de eerste lockdown zouden wij naar Martin Short en Steve Martin uh, gegaan, gegaan zijn. Hè. Was, we hadden kaarten voor 15 maart. Uh, we, we hebben nog heel even getwijfeld om te gaan of niet. Maar ik ben eigenlijk blij dat we niet gegaan zijn, want we al dat gedoe... Ja, het is toch geannuleerd uiteindelijk, hoor. Ah ja, het is, ah, ja, is, is geannuleerd ook. Plus die gast, ja. Want Steve Martin is 14 augustus, vorige week dus, uh, of vier dagen geleden, is hij 75 geworden. Ja, hij ja, ziet er dat... al heel zijn leven grijs uit, maar... Uh... Ja, dat is zo. Die, ziet er, die is altijd al grijs geweest, hè. Mm -hmm. Soms zie je hem met zwart daar. Als je ver genoeg teruggaat, is hij nog zo donker of zwart. Ja. En toch even een, een korte... Uh, uh, omdat, het, omdat de foc tegenwoordig ook een filmcast uh, is geworden. Uh, uh, een korte uh, ding over, over Steve Martin. Uh, 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 ja, ja, we zijn allebei fan van alle vormen van, van comedy. Steve Martin is wel een hele bijzondere vorm van comedy, hè? Mm -hmm. Ja, ja, tuurlijk. Tel eens, wat, wat uh, vind je dus er van? Well, ja, het, uh, 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 het... Het is heel raar om, om u in te beelden nu. Dat er een comedian was die um, zo populair was en zo belangrijk buiten de wereld dat we nu kennen. Like, nu kun je als comedian populair worden door Netflix. en, en allez, Uit het niks, eigenlijk. Hè. Op, ja. op een dag is, is er in één keer Hannah Gatsby. Ja. En er was altijd al Hannah Gatsby, maar op een dag was er in één keer Hannah Gatsby. En, en Steve Martin was zo de comedian die. Ja, die, die, die heeft een catchphrase populair gemaakt. Dat, is, dat vind ik heel uitzonderlijk. En ik bedoel niet gelijk Larry de Cable Guy van Kidder Done, maar gelijk gewoon een, een zinnetje uit een set. Gewoon een zinnetje uit een set, iets dat niet constant terugkeert. Gewoon een, een eindpunchline. Is in de algemene cultuur vastgeraakt voor altijd, en duikt ja. nu overal op. En wat is dat dan? Welke is het? Excuse me! Ah, ja, ja. Dat is een stuk. Gewoon een zin uit een stand-up set. Een stand-up set die zo populair was, dat die common overal in zit, dat die gerefereerd wordt. Die zit zelfs in de Simpsons gerefereerd. Dat, ja, ik vind, ja. Dat, ik vind dat heel straf, hoor. Maar komt dat van zijn uh, doortocht in Saturday Night Live? Uh, nee, dat, dat zit echt eens in een stand zo die, die, dat is, die, zijn stand-up. Die, die originele plaat, je, met die, die pijlloze hoofden, die ballen, ja, ja. Ja. daar zit dat in. En dat is gewoon omdat die set is zo'n bekende... 10 minuten set, zeker door, door uh, Johnny Carson en door Saturday Night Live, dat dat gewoon ja, in zin is dat hij, de mensen quoten de dag erna. Hij is ook veel minder... Hij is muzikaal, hij heeft er heel vaak een banjo bij. Hij is ook, het is ook sketch, meer sketch dan echt stand-up, stand-up. Het, uh, het is ook een beetje, ja, referentiegewijs, uh, die Kaufman-esque, maar dan minder... Uh, minder raar of zo, meer... Het is wel wel absurd, maar minder... Ja. Raar, het is een beetje... En die kou van ijsje, het, het, is, het, het is... Het is. Het is uh, het daarvoor veel ook meer, hè, denk ik. Ja, en, en anderzijds um, vind ik wel uh, zijn boek, Born Standing Up, vind ik wel echt verplichte lectuur voor uh, beginnende stand-up comedians. Ja. Want dat, ja. Omdat hij echt iemand is die... Um, Bijna uh, wetenschappelijk met zijn stand-up comedy bezig was. Je heet al experimenteren met lengtes van premisses, waar ontlading komt enzovoort. Ik vind dat heel interessant. Hele slimme kerel ook, denk ik. Ja. 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 Gewoon die, die, ja, die zo, het, 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 al het vlees van onder het bot heeft gekregen met zijn set. Gewoon gezien van wat kan ik er nog allemaal mee doen om met deze vorm te blijven experimenteren. En toch ook wel. Want inderdaad, iemand die, want je hebt, heel vaak zijn comedians uh, ofwel uh, met de lach aan hun kont, ofwel heel analytisch. Maar hij heeft allebei wel een beetje. Hè? Hij is gewoon mm -hmm. ook echt een funny guy. Ja, inderdaad. Ja. Het, is, het, is, het is heel makkelijk om nu als deze generatie terug te blikken en, en het logisch te vinden dat iemand zoals Steve Martin bestaat. Maar de impact snappen van die gast is toch een heel ander ding hoor. Like, ja, ja hij was ook een van de eerste die echt hele grote arena's deed. Hè? Ja, ja, die zo. Meister uh, uh, Square Garden wil ik niet zeggen, maar zo. Ja, de maar Hollywood... denk ik denk het wel hoor. Ja, de, de Hollywood Bowl en al een paar keer even uitverkocht. Ja. En, en dat was uiteindelijk maar een set van een half uur, 40 minuten, maar mensen lipten die mee. Hè. Dat was zo. Op een niveau toen dat ze nog nooit gezien hadden, denk ik. Ja, ja dat is. Uh, ja, voilà. Uh, ja, ik vind, het, uh, ik vind het een heel bijzondere kerel. En inderdaad, wij kunnen ook niet inschatten, omdat, wij, omdat dat toch voor, voor aan mij altijd een beetje voorbij is gegaan. De mm. impact en de belangrijkheid van het programma Saturday Night Live. Waar zoveel fantastische, uh, uh, grappige mensen. Uh, ik, heb, uh, ik heb een soort uh, liefde voor Jim. Uh, voor John. Ik zeg altijd Jim. Uh, John Belushi. Die mm. natuurlijk ook de, uh, daar schatplechtig in is. Ja, maar, het, maar... Het, het, het ding is, je kunt nu ze terugblikken op zo. SNL, uh, SCTV, al die toestanden en zeggen van. Tuurlijk dat dat goed was. Kijk naar die cast. Maar die cast was toen niks. Het is retroactief, we mogen niet beginnen denken. Hè. Het, het begon nee, met niks. Top. En die zijn allemaal geworden als een soort. En ook een heleboel vrouwen, zeer grappige vrouwen. Die waren allemaal nobele, onbekende. En door naar het live zijn, uit het household, nee, hebben die allemaal tv- en filmcarrières uh, gekregen. Nee. Zijn die allemaal uh, wereldberoemd. Uh, uh, Geworden. En, en uh, ja, ik vind dat wel. Ja, dat SNL. Ja, zoiets bestaat hier niet. Hè? Dat zou toch wel iets bijzonders zijn om, da om, da om daar eens uh, over na te denken. Hè? Dat je... Ja, inderdaad. Uh, uh, en hij heeft ja, natuurlijk. Uh, Steve Martin heeft ook in heel veel films ge uh, gespeeld. En we hebben allebei een film uitgekozen die, uh, die we heel leuk vonden. En dat is dan het uh, laatste stukje mm hier -hmm. van deze. Uh, Steve Martin, eerbetoon. Uh -huh. uh, laten we met uh, de mijne beginnen. Het, het, het was gewoon de eerste wat ik had dacht En ik heb hem dan ook van het weekend uh, terugbekeken. Three Amigos. Ja. Uh, een film van, uh, van John Landis. Wat ik trouwens eigenlijk helemaal niet wist. He, dat is de, de, de fantastische regisseur. Die ook American Werewolf in uh, uh, Londen gemaakt heeft. Uh -huh. En uh, The Blues Brothers uh, uh, gemaakt heeft. Dus dat is, uh, en die heeft ook. Met Steve Martin, Chevy Chase en Martin Short. Uh, de drie, drie uh, um, filmsterren die ja. uh, 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 westernsterren spelen in het begin van de 20e eeuw. En door een, uh, een, uh, een Mexicaans dorpje worden gevraagd, omdat ze denken dat dat echt is om hun dorpje te redden. Dat dus is eigenlijk zo wat de Alexo, what, uh, the, the western versie van Galaxy Quest. Alex. 100%, ik wou juist hetzelfde zeggen. Ja. Het is... Galaxy Quest, maar dan de western. In, uh, de, de Mexicanen hebben die, die film gezien en dachten dat het een documentaire was. En vragen. <laughs> en, vragen. en het is echt... Uh, het, is ook, het heeft ook een beetje... Er zitten Marsbronner-achtige uh, uh, verwijzingen ook in. Mm. En het is... Het is uh, ja, ik vond het nog altijd... Ik heb hem teruggezien en... En, uh, en Wat ik niet wist, ook toen, uh, toen het op het scherm kwam, dacht ik van... Oh, fuck. Uh, Randy Newman, uh, de, de gast die uh, liedjes zingt, Short People, en got, You've Got a Friend in Me van de Toy Story zijn uh, um, zijn bekendste liedjes, heeft, die heeft een a, a writer's credit voor deze yeah. film. Mm -hmm. En dat is zijn enige writer's credit voor een film. En hij speelt ook de singing bush. Ja, ja. De zingend bos is, is Randy Newman. Ja, dat is ook heel grappig. Dat er gewoon, ze moeten bij een, een bosje, een zingend bosje. Niet een brandend bosje, maar een zingend bosje. Moeten ze rechtsaf en ze willen die iets vragen, maar het bosje zingt alleen. Die zegt niks, die zingt alleen. En dat is heel funny. Ja, dat is toch wel, daar, daarin voelen toch wel zo die Carl Reiner-Mel Brooks invloed, hè? Ja, ja, absoluut. Ja, en, 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 ik dacht ook dat die gasten waren die het gemaakt hadden, maar het is dus blijkbaar. Nee, uh, nogthans, Steve Martin heeft wel veel Karl Le Reiner en Mel Broek samenwerking op zijn, uh, zijn palmares staan, denk ik hoor. Ja. ja. Uh, was dat de the Man with Two Brains of zo? Ik weet niet wat hij noemt. Deadman Don't Wear Plate. Zijn eerste, uh, en die, heb ik, die moet ik nog eens terugzien, want ik vond dat destijds niet zo grappig, maar dat wordt wel aangewend als een van zijn beste films van, van Steve Martin, is The Jerk. Toch wel. En, en dat is ook van Carl Reiner. En ik moet dat nog eens. Uh, de jerk dus... is, ik heb de jerk voor de eerste keer like, tien jaar geleden gezien. Dus uh, eigenlijk heel, heel gericht om te weten waarom dat, dat ding zo belangrijk is. En ik ja. was er toch wel aangenaam van verrast. In, omdat er een paar echt goede grappen in zitten van. Oké, okay, dat is wel een bepaalde absurditeit dat ik niet verwacht had in die tijd. Ja, ik, moet, ik wil het nog eens. Ik denk dat toen ik dat gezien heb. Dat ik toen 20 of 22 was en dat ik het gewoon ja. nog niet. Had dat, dat nu, ik denk dat hij dat nu beter had kunnen vatten. Ook al lachte niet, moet je niet luid op lachen. Dat je wel vat van, ik snap wel waarom. Weet, het is, het, ja, daar ik met veel van die oudere comedies. Nee, sorry, ik, dat ook, ik geef daar eerlijk toe. Ik, ik had dat ook destijds met de Reeks Seinfeld. Toen ik 20 jaar was, was ik daar niks mee. En toen ik 30 jaar was, vond ik dat het beste ter wereld. Ah ja, nu, nu bij mij ook. He. Ik, uh, ik heb mijn liefde ervan, he. voor oude setcoms. Ja. Cheers en Fraser, toen ik in de puber was, vond ik dat afschuwelijk. Ja. En nu pas heb ik door hoe belangrijk en hoe hilarisch dat, dat eigenlijk is. Maar dat is ook omdat je inderdaad sommige dingen uh, uh, pas leuk gaat vinden. Uh... Met de jaren, uh, ik, had het, ik had het met mijn liefde er ook over. Die zei: uh, Ja, uh, wat, we zaten ah, naar die nieuwe Netflix-film te kijken, uh, Power Iets met Power, ja. en daar zit die gast in van Third Rock from the Sun, die, uh, die jongen gast... net Jordan, Jordan, Jordan Levitt. Said, Jordan Levitt. Ja. En zij zegt: Ja, Third Rock from the Sun, ik zeg ja, dat is een van de beste sitcoms ooit. Ze zei: Ja, ah, ik vond dat nooit zo goed. Ik zeg ja. Misschien heb je dat ook gezien als je te. Ik moet ook herbij, want dat is John Litko. En John Litgo kan niet veel verkeerd doen voor mij hoor. Ik vind dat hilarisch, maar je moet daar wel. Daar zit wel een soort state of mind in, waar je even mee moet zijn. Mm -hmm. En misschien pakt dat niet op je 16 jaar, maar wel op je dertig op je bij wijze van spreken. Ja. Dus. dus uh... En ik zeg het, ik had daar zelf ook keihard met, met, met sommige dingen. Uh, ik had dat zelfs met doemar. Ik vond destijds Doemar niet goed. Terwijl Doemar een van de beste Nederlandse bands aller tijden is. Dus je moet, je moet sommige dingen op het juiste moment zien. Maar goed, de Three Amigos: uh, Film van John Landis. Uh, en ja. ook, ja, uh, Chevy Chase en Martin Short. Ja, dat zijn drie uh, hilarische gasten bij elkaar. Witte... Weet wat trouwens een Steve Martin film is, dat we misschien nog gaan durven vergeten en dat ik eigenlijk beter had gekozen, ook al is het keihard alleen dat ik hem gezien heb: Bowfinger. Ja. Ah ja! Bowfinger Met, is een topfilm. Eddie ja. uh, Murphy, film over filmmaken. Ja. Cameo van Robert Downey Jr. Vind ik heel grappig. Uh, gemaakt door Frank Oz hè, van, de, van de Wuppet Show. Uh, wat ja. heeft hij uh, nog allemaal gedaan, Frank Oz? Uh, Bowfinger is uh, een leuke film een Zeer leuke film. Ja, want jij had gekozen, en die heb ik gisteravond terugbekeken. Voor. Uh, dit is de DVD. Father ah, heb, of the Bride. Ik heb die Blu-ray. Ah, heb je wel Blu-ray? Ah ja. Ja, ja dus, dus dit is de DVD waar één en twee. Uh, ja. Ik heb alleen één bekeken hoor. Ik zal u zeggen, ik heb die gekozen omdat dat de laatste Steve Martin film is dat ik bekeken heb. Ah ja. Uh, want. Ja, ik ga nu niet van een Tondra afwijken, maar ik ben een nog grotere Martin Short fan. Ja. Uh, en dus ik heb. Alles waar Martin Short in zit, gekocht. En in Father of the Bride zit hij ook als, uh, als uh, de vervelende uh, uh, organisator van... Ja, de, de, wedding, de wedding planner. Uh, en ik moet ik wel moet... Eerlijk, ik moet eerlijk zeggen, ik moet, harder, ik moet in deze film harder met Martin Short lachen dan met Steve Martin. Ja, Martin het is, Short wat, is echt heel funny in die film. Maar dat is geen, het is niet per se een laugh out loud comedie. Het heeft, het heeft hart. Het heeft heel veel hart, vind ik. Ja, Vond het, is dat, goed. Goed. Ja. Ja, het is feel good. En een en, daarmee dacht ik, ga dat dan kiezen, omdat hij dat ook wel kan. En dat ligt echt zo nog net ver genoeg van zijn hele. Uh, 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 Spectre Clouseau-fase. En, en ja. Cheaper by the Dozen En al die toestanden. Ja. Dat is allemaal zo. Dat is ook iets minder. hè. Maar inderdaad: Father of the Bride, film van Charles Shiver, waar, Shire, waar ik nog nooit van gehoord had. Even zien wat hij nog gedaan heeft. Uh, Private Benjamin en Alfie met uh, Jude Law. En The Parent Trap. Dus een beetje, hm. inderdaad: waarin uh, Steve Martin. Uh, getrouwd is bij Diane Keaton en, uh, die, en hun dochter gaat trouwen en hij ziet dat niet zitten dat is ja, eigenlijk dus, het is een coming, ja, coming of age that's film that's uh, coming, of, coming of age als je het 40 plus zet. <laughs> like, uh... ja, ja. Ik, 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 ik moet eerlijk zeggen ik vond het niet altijd even grappig omdat, hmm. ik, uh, omdat ik Steve Martin 9 kansen op 10 gelijk gaf <laughs> dus, ja, ja, ja. Dus, hij, hij is de hele tijd bezig over, wat kost dat, hoeveel kost dat ik, ik zit in de zetel ook wat? Hoeveel kost dat? <laughs> voor, voor, me, voor een trouw van mij achterlijk. En ja. die moeder en die dochter van ja ja ja, het is wel betrouwd, het is een belangrijkste dag van je leven. En ik zit ook zo, ik zit ook uit te rekenen, 200 man, <laughs> aan 250 euro per persoon. Mijn God, wat gek geworden. <laughs> ik, was, ik, was, nee, ik, ik, ik was Ik was, ik was, aan ja, ik, ik was als Steve Bart in zijn kant. Natuurlijk. Ik was van, hij heeft gelijk. Luister naar hem, wat ben je achter. Dat is 25 euro. Niet te maken met State of Mind Open. Als uw trouwdag komt, zal ik helemaal anders dan die film. kijken. Ja. <laughs> ja, als mijn trouwdag komt, dat is ongeveer een week na mijn overlijden. Maar toch. <laughs> uh, wat wel heel erg leuk is. Uh, Want uh, toen ik dat ik zag hem op scherm verschijnen. Uh, ik zag uh, de titel. En van een godverdomme. Dat is nog een uh, leuke segue. En daar gaan we nu naartoe. Is dat uh, de, dus de dochter gaat trouwen. En ze hebben nog een nakomertje, een zoon. En die wordt gespeeld door Kieran Culkin. Broer oh, ja. uh, van. En uh, die doet dat. Uh, dat is een heel grappig mannetje. Die doet dat heel goed. Maar die zit ook in Scott Pilgrim. Ja, ja. ja. Een toprol. Ja. Ook, dat, dat is dus... die gay friend. Hè, ja, toch? De gay roommate. Hè? De gay roommate van Scott Pilgrim. Ja. Uh, 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 wat ja, een legendarische film is. Waar ik ook echt van achterover viel. Dat dat fucking ding tien jaar oud is. Jaar oud. Ja, ik weet nog dat ik hem gaan zien ben in uh, Londen. Ja. Ik ben echt naar Londen gegaan voor die te zien. Dat is de ja. dat ik echt naar, naar Engeland ben geweest om de film te kunnen zien. Ja. Want uh, daar kwam hij uit uh, ja, mid-Augustus en bij ons kwam hij pas uit uh, de week van mijn verjaardag, ergens eind december. Ja. En dat was ook toen een van de allereerste keren dat ik naar een cinema geweest ben in Londen en ook een van mijn favoriete filmervaring ooit, want die zaal zat vol. En ik heb hem nog nooit gezien. Sindsdien heb ik hem niet meer gezien met de respons dat hij daar gekregen heeft. Weet nee. omdat het was Edgar Wright en het was, we waren in Engeland. En, en uh, alle fans waren, de fans van het eerste uur van die strip, waren daar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nou niet weet of ik de strips al gelezen had of niet. Of dat ik de strips ben gaan lezen door de film. Dat weet ik nou eerlijk gezegd echt niet meer. Maar die strips, Scott Pilgrim vs. The World, die zijn ook echt heel erg leuk. Ze ja. zijn uh, gemaakt door. Een Amerikaan of een Engelsman, dat weet ik nou zelfs niet. Maar in ieder geval, Brian Lee O'Malley, Maar in ieder geval, dat is Is het, het is, geen Canadees uh, en Opa? Nee, uh, ja, Canadees, inderdaad, klopt. Ja. Daarom, daarom is die verwacht. Het is is ook een een spe beetje... speelt zich ook af in Canada, dus dat doe ik nee, niet goed. Het is een Canadees en het heeft een beetje manga-stijl. Uh, ja. het, het is ook een beetje videogame-related. Uh, en die film heeft dat fantastisch uh, overgenomen. Ja. Uh, dat is echt. Maar die speel je nou toch ook af in Sphinx, of niet? Ja, die, uh, deze vrijdag. Ik weet niet wanneer dat dit online komt, maar. Uh... Uh, mor uh, 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 morgen, uh, of, of, of deze gevoelsdag. Dus in ieder geval nog voordat het. Ja. Dus daarom dacht ik dat is toch een kei goede overgangetje. Ja, iedere vrijdagavond voor de komende vijf weken programmeert Xander de Rijk een film in de Sphinx Cinema in Gent. En omdat tien jaar Scott Pilgrim is, doen we eerst Scott Pilgrim versus the World. Zalig, zalig. Ja, want ik zag ook dat Edgar Wright op Twitter en op Instagram en zo. Uh, vanwege tien jaar bestaan een aantal uh, foto's van achter de schermen. en. Ja. ja, godverdomme, wat een gave film is dat. Wat een uniek, uniek ding eigenlijk. Hè? Maar dat was ja, zo... die, dus ook die cast is waanzin. als je dat nu naar terugkijkt. Hè. Ja, ja. Dat, allee, bedoel, ik weet nog, toen, gij en ik, toen we Baby Driver gezien hebben. dat jij dat zei van. Um, ja, dit is, dit is de film die ze gaan gebruiken later in editing classes. van. Dit is ja. een voorbeeld van wat je met editing kunt doen. Maar eigenlijk zie je dat al in Scott Pilgrims. Hè. Het tempo Absoluut. waarop dat ding gemonteerd is, is absolute waanzin. gewoon. Ja, ja. ja en het is, je, je wordt echt. Waar ik enorm van hou, en dat deze film enorm uh, verschrikkelijk heet, is. Ja, dat is een, een wereld op zich, met mm -hmm. eigen logica. Ja. En je gaat erin mee. Het, mm -hmm. het, het, het is gerelateerd aan onze wereld, maar het is toch een beetje anders. Ja, het... Het zijn die dingen van die strip dat het erin laat, maar niet echt uitgelegd worden. Dat ze zo door het subbewustzijn rollerskaten en er zo deuren opduiken overal. Je ja. kunt dan beginnen nadenken: van hoe zit dat daarmee? Maar van maak het uit. Allee, Doe het er toe. Just enjoy the ride, man. En uh, Scott Pilgrim, absoluut. Ja, Edgar Wright heeft eigenlijk nog weinig. Uh, 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 uh. Die maakt natuurlijk wat kleinere films, maar die heeft nog weinig steken laten vallen. Hè? Want al deze films zijn eigenlijk. Ik bedoel, ik vind Fuss fantastisch, maar het is wel mm -hmm. zijn minste denk ik. Ah nee, misschien. Nee. The World ja. the End is minder goed, allee, ja. minder bus had, hoor. Terwijl ja. The World is ook wel zeer leuk. The World Sense vond ik ook heel goed. Maar ja, The World Sense ook omdat dat dan refereren aan die begin jaren 90 muziek en zo. Mm. Dat voor even bij... Maar als je Fuzz heb ik dan Vond ik toen iets minder, maar dan heb ik dan daarna teruggezien. En als je dan realiseert dat dat gaat over Lethal Weapon en Bad Boys en dat soort films. Ja. ja, dat is daar ook echt geniaal. Mm -hmm. Dus ja, die heeft eigenlijk nog geen slechte film gemaakt, uh, mm. Edgar Wright. Plus ook Spaced, die, die sitcom, is ook echt legendarisch. Uh, een, ja. uh, voor, voor de mensen die dat niet kennen, ga dat absoluut checken. Simon Pegg in uh, Spaced, fantastisch. Voilà, dus via Steve Martin bij Edgar Wright uh, en Scott Pilgrim uitgekomen. Beter kun je niet hebben. Nee, ja, uh, Father of the Bride, leuke film, echt uh, hard. Uh, uh, maar soms denk je, so, als, als mens van nu, denk je, 40.000 euro voor een trouwfeest. Ik heb dat dan op, altijd op je, op je <laughs> kop gevallen. Maar ja, goed, say yes to the dress. Waar ik natuurlijk door naar kijk, maar ik word daar ook kwaad van. Dan denk ik van, <laughs> wat? Hoe wil je? Wat? Ja, ons budget is wel. Hoe we, hoe, weet je hoeveel mensen daarvan kunnen eten, heel erg lang? Maar goed. Ja. Want ik wil eruit zien als een prinsesje. Nou ja, het is goed, joh. Maar oké, okay, whatever. Okay. Lieve Xander de Rijken. Yes. Uh, op naar de volgende uh, uitgerust en umums zou ik zeggen. Veel succes yes. daarmee. Dank je wel. Dat is wat er nu in de toekomst gaat gebeuren. Dus uitgerust en umum, De vinyl, Weet je, heb je al een soort. Uh, uh, release-idee, uh, of uh, is dat dan tegen uh, kerst of zo? Nee, eigenlijk zijn we die zo mogelijk in gang aan steken dat die nog zo tegen oktober er kan liggen. Ah, ja. um, dat, je, dat je een aantal shows al nog kunt uh, signeren naar de show, uh, misschien. Ja, ja en, en ook omdat we nog. Alle, we zijn ook bezig met mijn boek te herschrijven. Hè. Mijn boek wordt opnieuw uitgebracht. Ja. Dus ik ben bij mijn boek aan het herschrijven. Uh, en dat moet ook nog een release hebben dit jaar. Dus ben je ik wil... Aan het herschrijven of uh, hoofdstukken aan het toevoegen? Aan het herschrijven. Ah ja. Het is volledig gestript en we beginnen weer opnieuw. Ah ja. Maar dus, daar kan ik nog niet veel over zeggen, maar uh, ja, daar zijn we ook aan bezig. Dus, en dat zou ook dit jaar nog uitkomen. Dus ik wil niet te veel bron tegelijkertijd dat mensen naar de kop droppen van koop dit, koop dit, koop dit. Nee. Alles we met de keren. Een beetje, beetje. kunnen, we, kunnen we dingen. Maar het boek en, zal waarschijnlijk tegen de feestdagen wel zijn. Hoor, dat er, dus ja, we hebben dingen tegen de feestdagen. Ja, cool. Ja, tuurlijk. En, uh, en helaas geen, zelfs geen korte, kleine, houd het voor bekeken. Komt. Nee. Uh, Nee, mensen moeten maar zelf een mening vormen over slechte dingen. Oei, ja, dat kunnen de mensen niet. Ze hebben jou nodig daarbij. <laughs> dat is een luxe probleem. <laughs> ja, ik doe okay. het als, als fucking Kamal Karmage het ook pikt. Als hij ook een fucking uh, mediaconferentie start, dan kom ik terug. Ah ja, oké. Okay. Ja, dat is voor, uh, voor, uh, voor van Peel is dat nog niet gelukt. Maar uh, ja, we, we blijven proberen. <laughs> Alright, lieve vriend. Uh, fijn om je nog eens te zien. Uh, yes. Hopelijk uh, snel in real life. En uh, veel succes. En tot snel. To you.